In ieder geval, Royalistic Army is lekker bezig, jongens, in deze server. Kijk hoeveel mensen we aan het killen zijn, jongens. Echt idioot veel. Oké. En die man heeft ook weer iemand gekillt. Nou, jongens, dit is echt een wandelende stoomtrein, dit. Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom weer een gloednieuwe humor naar video op GTA 5. Ik zit hier vandaag dus op de Xbox One en vandaag is er iets heel anders aan mijn video's. Dit is de eerste video namelijk waarin ik gebruik maak van mijn greenscreen die jullie dus als het goed is niet kunnen zien. Ja, ik hoop dat jullie het tof vinden. Heeft me wel een hoop geld gekost uiteraard om het allemaal bij elkaar te sparen. Want ik heb ook 2 softboxen moeten kopen, anders werkt je greenscreen niet goed. En ja, de reden dat ik dit heb gedaan is natuurlijk omdat ik mijn kanaal nog professioneler aan ga pakken. En nu heb ik mijn setup toch wel compleet zoals ik die eigenlijk al heel lang zou willen. En nu is die eindelijk klaar. Dus binnenkort echt een setup video. In ieder geval genoeg daarover. Laten we gewoon beginnen met de humor naar episode natuurlijk. Want dat is waarvoor jullie hier op deze video hebben geklikt. In ieder geval, nou, hier sta ik dus in mijn garage, in mijn welbekende garage. Laten we even een outfit change doen, want vandaag wil ik het echt even serieus aanpakken. Ik wil niet gespot worden door de politie. Gespot worden door de politie is op zich niet zo erg. Maar ik wil niet dat ze mij kunnen herkennen, oké? Dus, Beach Boy, nee. Piloot, nee. Special Agent 1, pak. Special Agent 2, witte outfit. Gasmasker. Ah, alright. Let's take this one. Ik denk dat deze wel het beste is om te gaan gebruiken vandaag. En dan gaan we even kijken hoeveel mensen in de sessie zitten. Het zijn er 14 nog mensen van de Royalistic Army. Jawel, jawel. Youngnan 2003 zit ook in de sessie. Gezellig, gezellig. Ik zie trouwens dat ik 7000 contant heb. Dat gaan wij uiteraard even op mijn bank zetten. Want dat is natuurlijk zonde als dat wordt gejat. Dus dan gaan we even hier naartoe. Main menu, deposit, 7000. There you go. Yes, oké. Staat op mijn bank. There you go. Dan gaan we de insurgent pakken, of course. En dan rijden we eventjes naar de ammunition. Eigenlijk waar we altijd de episodes beginnen. Dan vragen mensen me wel eens in de comments. Roy, waarom doe je de ammunition niet voor de episode? Heel simpel. Meestal tijdens dat ik naar de ammunition ga, of nadat ik uit de ammunition loop, word ik al onder vuur genomen. Omdat dat nogal een plek is waar, ja, waar nogal dingen gebeuren. If you get what I mean. Dus ja, ik vind het zonde als ik dat dan niet in de video heb. Snap je? Hé, hey, kijk nou. Daar heb je Youngnan. Fucking vette insurgent ook. Maar wij gaan wel die andere kant op. Ik denk dat Youngnan dan wel achter ons aanrijdt. Maar ja, zo kan het dus gaan. Als je in Royalistic Army zit, dan kan je mij gewoon joinen. Omdat je in mijn crew zit. Dus dan kan je bij crews kijken. En dan kan je mij joinen. Ik sta namelijk nooit offline grappeerd. En dat kan dus alleen als je in mijn crew zit. Dus zit je nog niet in mijn Royalistic Army crew, check dan even het linkje in de beschrijving. Daar staat een linkje. Als je daarop drukt, dan kom je bij de Royalistic Army crew page. En dan kan je gewoon joinen. Het is gewoon een open crew. En mocht je nou mijn Royalistic logo goed na kunnen maken, of zou je dat graag willen, mijn Royalistic logo namaken voor GTA, dan zou ik zeggen, join alsjeblieft de crew en maak hem na. Dan stel ik hem in als logo en dan geef ik je een heel hoop credits in video's. Dus ja, zou je dat graag willen, mijn Royalistic logo namaken voor mijn crew? Dan stel ik hem namelijk in als crew embleem. Dat kan. Ik zou zeggen, join mijn crew en ga je gang. Je kan altijd gewoon een crew embleem maken en dan kan je hem sharen met ons. Dus dan kunnen wij hem allemaal zien, iedereen in de crew. En dan kan ik hem gewoon instellen als die goed is gelukt. Dus, alright. Deze zitten allemaal vol. Ik had namelijk een tip gezien van een van jullie kijkers. Ja, ik lees echt alle reacties. Die zei, als je nou gewoon super heavy armor koopt, dat is prima. Maar koop dan ook al die andere armor, zodat als je super heavy armor op is, dat je die aan kan doen. Maar dat kan dus niet. Je kan dus niet super heavy armor kopen en super light armor en standard armor en heavy armor. Kan dus niet. Je kan alleen van één soort, zeg maar, 8 kopen. Oké, dan nu sticky bombs. Daar had ik er al aardig wat van, zo te zien. Wat hebben we hier nog meer dan? AP-pis. Die zit eigenlijk al zo goed als vol, hè. En gaan we hier naartoe. Minigun. Ik wil zo graag die minigun, jongens. Level 120. Oh, man. Moet ik nog aardig wat humor naar episodes opnemen? Wil ik dat ding eindelijk hebben, zeg. Jongen, jongen. Waarschijnlijk is GTA 6 dan al uit. Nee, dat gaat wel even duren. Homing Launcher. Die had ik al vol. Nou, dan zijn we door op deze manier. Youngnan heeft al iemand gekillt, zie ik. Youngnan killed Lori the game. Kijk, en dat, zo hoort het, jongen. Kijk, daar staat hij verstopt. Heel goed. Oké, ik ga nu weer in mijn insurgent. Oh, kut.
Lori, de scheid is er weer. Maar kijk eens wat Yangnan doet, jongens. Yangnan lost het voor me op. Weet je wat we gaan doen? Ik ga vandaag op pad gewoon met Yangnan. Ook al hoort hij mij niet, hoor ik hem niet. Maakt helemaal niet uit. Hij gaat me gewoon helpen met killen vandaag. Ik moet wel even mijn AP-pistool hebben. There he is. Want deze mofo zit hier. Oh, dat meen je toch niet? Yes, babe. Huppakee, hij is dood. Maar één vraagje dan. Komen we hier nog uit? Ja, hier komen we nog keurig uit hoor. Oké, dan. Politie opbouten. En kijk, nu is dus het chillen. Die politie kan mij niet zien. Of nou, die kunnen mij wel zien, maar die hebben geen idee wie ik nou ben. Vorige keer zien ze zo'n motherfucker met zonnebril. Nou, inmiddels denk ik wel dat ik de meest wanted person ben in Los Santos. Als je ziet hoeveel humor-episodes ik inmiddels al heb opgenomen. Maar, ja, hoppakee, daar ging je, jongen. Dag Lori the Game, dat was je auto. Of daar ging je auto, je hebt nooit van die auto kunnen genieten eigenlijk. Want ik heb je er gewoon uitgebeukt. In ieder geval, de politie, ik denk inmiddels wel dat ik op een hoog lijstje sta bij Most Wanted People in Los Santos. Ik bedoel, ik heb volgens mij nu al, als je deze meetelt, 17 episodes van Humor naar opgenomen. En daarin heb ik het leven nogal zuur gemaakt van andere spelers. Dus ik denk dat ik wel heel erg wanted ben. Maar nu ik een outfit change heb gedaan, weten ze niet meer dat ik het ben. Oh shit, dat was een sticky bom. Wie deed dat? Was dat deze mofo hier? Mofo. Hallo. Ja, en toen... glitchte hij er vandoor. Ja, oké, what the fuck? Dat was heel erg raar. Het was deze motherfucker. Oh, kijk hem sticky bombs gooien, joh, die Lori the Game. Lori, ik weet niet wat je nou allemaal probeert, maar dat gaat niet lukken, joh. Echt niet. Dat gaat echt niet lukken, joh. Hier, kijk, jij bent dood nu. Nou, als jij dan hem even doodschiet... Of glitcht hij er zo meteen dan weer vandoor? Dat zal wel. Hé, ik zie nog een Royalistic Army. Hier zo rijden ergens. Daar rijdt hij. Wacht, we gaan hem even ophalen. Ik heb geen idee wie het is. Nou, zo, dit is toch leuk, jongens. Zo'n crew. Volgens mij hebben we nou al bijna 200 mensen erin. En je komt ze gewoon tegen online. Wie is dit dan? Oh, hij rijdt onder me. Wacht, wacht. We gaan hem wel even ophalen natuurlijk. Dat was wel leuk. Ik bedoel, we hebben Yang dan ook de kans gegeven om mee te doen. Wie is het? Ik weet echt niet wie het is. En ik heb ook even geen tijd om op start te drukken, denk ik. Oké, we doen het even snel, ja? Oké, oh nee, dat moet helemaal niet zo trouwens. Zo kan ik het gewoon zien. Roya Andy Man. Zo, mijn stem ging daar een beetje raar doen. Maar het is Andy Man. Die is ook gejoind. Nog niet eerder gezien in een online sessie. Dus dat is leuk. Die is waarschijnlijk nieuw. We gaan hem in ieder geval even ophalen. Yangnan zit echt al heel lang bij Royalistic Army. Dat is toevallig iets wat ik weet. Nou, Andy Man, ik zou zeggen stap in, jongen. Stap in, kom maar, doe maar gezellig mee. Ze weten waarschijnlijk dat het humor naar tijd is. Tuurlijk weten mijn kijkers dat. Mijn echt trouwe kijkers weten dat mijn favoriete GTA-serie humor naar is. En als jullie mij dan in de searches zien zitten en ik ben op zoek naar kills, dan weten jullie als het goed is allemaal hoe laat het is bij Roy. Hey, ik zie daar een hele crew. Daar gaan wij op af. Een hele CEO / crew / iets, slash een organisatie. Ja, en die gaan waarschijnlijk een package ophalen of iets. En dat vind ik leuk, dat vind ik interessant. Dus daar gaan wij achteraan. Kut, hoe gaan we ze afsnijden? Ah, ik heb een manier gevonden. Oh, fuck. Niet achter die muur, wat dat gaat fout. Huppakee, deze kant op. Auto moet even aan de kant, heel goed. Zo, die stond nog op slot, nu niet meer. Hier zo een. Juist, kijk, dan gaan wij op dat VIP'tje af. Want weet je wat het punt is? Als je die VIP te pakken krijgt, dan komen die bodyguards vanzelf erachteraan. Ja, zo werkt dat, hè. Kijk, hier zit hij ergens. Ah, hij zit in zijn kuroematje. Hij zit in zijn kuroematje. In zijn kuroematje. Oh, for fucks. Eén sticky bond, dat ding, en hij is kapot, hè. Zo werkt dat met een kuroma. Jongens, achter hem aan, achter hem aan. We gaan ervoor. Oh, yes, hij is gecrashed. Dat moeten we hebben. Oh, en dan crasht Roy ook. Oh, dat doet hij niet zo slim. Nee, inderdaad. Ja. Fuck. Dat was kut. Oké. Maar we gaan dan nog steeds achter hem aan. Want de politie zal hem ook wel helpen remmen, zeg maar. Huppakee. For fucks. Iedereen gooit sticky bombs, maar iedereen gooit mis. Dat is even kloten. Nou, we gaan nog steeds achter hem aan. Hoor. Hij gaat dood. Kut zo, jongen. Hij is ons gewoon te slim af. Fuck, man. Ja, nee, die VIP gaat dood. Kijk. Dit is onze kans, Blow him away. With your sticky bombs. Oh, jezus, jongens. Wat een poepzooi dit. Ja, ik wil even netjes zijn.
Wat een poepzooi. Wat kut zeg, dit. Hé, hey, kijk. Yes! I got him! En ik heb ook nog eens die bodyguard die blijkbaar in de bus naast ons zat, heb ik ook nog eens gekild. Dus dat zijn de twee. De CEO is dood en een bodyguard is dood. En dat is natuurlijk altijd lekker, jongens. Oh, dat is genieten. Weet je wat we gaan doen? We gaan weer linksaf. Want daar staan ze serieus met z'n allen. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Oké, dan moet ik ze een beetje dodgen, want ze gaan 100% nu op me schieten. En voor je het weet ben ik dan gewoon dood. Dood jij, maat. Kijk eens aan. Hij is dood. Yes, he's dead. He's dead. He's dead. Volgens mij is die VIP ook dood. Hoef alleen maar deze motherfucker hier, jongens. Oh, hij is ook al dood. What the fuck? Ze lek, ouwe. Oh shit, nu hebben we echt dikke ME achter ons aan. Holy shit. Holy shit. Abort mission. Abort mission. We hebben nogal wat drerries achter ons staan. We gaan even over de golfbaan. Kan allemaal tijdens mijn humor naar episodejes. Gewoon eventjes over de golfbaan. En dan gaan we even kijken. En dan zien we daar dus iemand staan. Die ons waarschijnlijk niet goed kan zien. Ja, hij is gewoon dood. Ik heb hem gewoon over dit hek heen gekild, ouwe. Het was ook nog eens die CEO. Dus dat is wel helemaal lekker. Ik wist gewoon, hij kan ons niet goed zien. Wij hem wel. Dus dan heb ik hem gewoon eventjes onderuit gemaaid. En dan zien we nu dat hier ook iemand is. Ook een bodyguard. Of nou ja, ook. Net killde ik natuurlijk een VIP. In ieder geval, Royalistic Army is lekker bezig, jongens, in deze server. Kijk hoeveel mensen we aan het killen zijn, jongens. Echt idioot veel. Oh, 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 oh. Dit, ja, oké. Okay. En die man heeft ook weer iemand gekillt. Nou, jongens, dit is echt een wandelende stoomtrein, dit. Dit is echt niet normaal. Oh kut, ik word geshotkund, dan zeg je u tegen door die politieagent die daar staat. Dus, dan gaan we even nieuwe body armor aantrekken. En ondertussen gaan we dan weer even op de golfbaan. Misschien kunnen we dan wel weer iemand killen. Hartstikke leuk. Zo, nieuwe armor aangedaan. Als het goed is heb ik ook snacks. Louise, die geeft gratis snacks altijd voor mij. Kijk eens aan, ik zit weer helemaal vol. En ik zie daar nog iemand voor Royalistic Army. Wie is dat dan nou weer, jongens? Wacht even, we gaan even tellen nu. Wacht even. We hebben Yangnan. We hebben Nick. We hebben Royalistic, of course. En we hebben Endemon. Jezus, jongens, wat is het druk. Ongelooflijk. Royalistic Army taking over this server, yo. Oké, wacht. Sticky bomb. Huppakee. Huppakee. Boom. Oh, kom ik net niet ver genoeg. Wacht, dan pak ik weer mijn AP-pistol. En dan gaan we op die guy schieten. Kijk, Yangnan heeft er al eentje gekillt. Waar is die andere dreger? Yo, die loopt hier gewoon. Oké, nou weet je wat we dan doen? Dan pakken wij een sticky bomb. Doen we zo. Hoepla. Oh. Dat hoepla, dat werkte niet echt. Wacht. Hoepla. Oeh. Ik denk dat ik hem wel bijna had. Maar bijna, jongens, is net niet helemaal, hè. Dat is een welbekende uitspraak. Laten we gewoon weer die AP-pistol pakken. Want daar staat weer een of andere mofo. Oh, dat was gewoon een normale civilian. Sorry, civilian. Dat was niet de bedoeling, oké? Okay? Forgive me for Fox. Oké, we beuken weer dit hek open. There we go. En dan gaan we weer achter deze VIP aan. Ik denk dat ze inmiddels wel echt helemaal gek van ons worden. Maar dat bedoel ik ook echt helemaal gek. Kijk, daar gaat die Kuruma weer. Die denkt, you, later, ik ga er vandoor op de bromfiets. Nou, en nu ben je fokt. En nu ben je fokt. Doei. Jongens, dit is veel te leuk. Ik geniet hier veel te erg van. Oh, man. Hé, hier is nog iemand van Royalistic Army. Kom maar, Nick. Kom maar, Nick. Stap in. Hurry. Hurry, Nick. Hurry, Nick. Get in the car, Nick. Yes, baby. There we go. Nu zitten we echt helemaal vol gewoon. Ja, nu zitten we met z'n vieren in de auto. Wat gezellig, zeg. En iedereen is aan het helpen met killen. Het is echt één grote idiote bende hier zo. Ja, die gaat ook weer dood. Ja, jongens, je hebt nu geen kans meer. Nick is aan het schieten. Yangnan is aan het schieten. En dan hebben we ook nog natuurlijk de Endemon. Die is ook aan het schieten. Ja, het is nu gewoon Mission Impossible geworden. Om hier te overleven op deze server. Nou, ik wil ze nog één keer even killen. Kijk, daar lopen ze allemaal. Hé, hey, ik wil vooral die CEO even hebben. Ja, daar gaat de CEO. Goed gedaan, Yangnan. Dan gaan we nu over naar andere targets. Want deze targets zijn helemaal kapot gemaakt. Die, ik denk dat die gewoon depressief naar bed gaan vanavond. Als ze beseffen hoe vaak ze gekild zijn door Royalistic Army, of course.
En vind je dit nou super leuk? En heb je het nu naar je zin naar het van het kijken naar deze video? Beloon het alsjeblieft eventjes met een blauw duimpje omhoog. Vorige humornaar episode hadden we gewoon 300 duimpjes in één dag tijd. Dat was echt iets wat ik insane vond. Daar wil ik je allemaal super erg voor bedanken. Daarom blijf ik natuurlijk ook gewoon lekker doorgaan met de humornaar series. Want jullie vinden het gewoon super leuk. En ik vind het ook super leuk om op te nemen. Omdat ik nu ook dus met jullie kijkers kan spelen. Ja, kill hem maar jongens. Hij zit stil in zijn auto. Maak hem kapot. Oh jongens, maak hem kapot. Destroy hem. Oh jongens, nee, we laten hem nu niet gaan hoor. Hey. Oh, hij heeft een getunede bak. Ja, die komen we morgen nog niet tegen, zeg maar. Maar in ieder geval, humornaars, is een leuk moment. Waar? In één keer explodeerde onze auto. Oké. Well, that happened. Dan ga ik eventjes Morse Mutual Insurance bellen. What the fuck? Ik denk dat iemand zijn sticky bomb nog op onze auto had. En dan gaat hij kapot. Ja, dat is een beetje jammer. Maar dit is een moment waarop ik veel met kijkers kan spelen. En dat is natuurlijk ook super leuk. Wil je dat nou ook? Join eens even de crew. Linkje staat dus in de beschrijving. En overigens ook mijn social media. Snapchat ook. Dus dat volg je nog niet. Volg ook mijn Snapchat. Ook wel leuk. Mijn stories en zo. En mijn Instagram en mijn Twitter, of course. Waar is mijn auto naartoe? Oh, die is natuurlijk... Oh, ja. Ja, ja, ja. Ik snap het al. Ik heb hem gebeld. Zo van, yo, maak hem even. Oh, kijk. Yangnan heeft het al gefixt. Nou, dan gaan we bij Yangnan erin. Huppakee. Dan stappen we toch lekker in bij Yangnan. Alleen één ding vind ik wel al verkut. En dat is nu, dat ik nu niet zelf kan rijden. Dat vind ik altijd zo ruk, joh. Wacht even. Als die gozer nou even op de rem trapt... Ja, weet je wat? Ik stap er even uit. Suicide. Yay. Huppakee. Ja, ja. Heel leuk. Ja. Kijk, dan bel ik even mijn eigen insert. Yangnan, ik vind het heel aardig voor je. Maar, ik denk dat het beter is als ik even mijn eigen insert bel. Dan gaan we gewoon met twee insertjes op pad. Wat dacht je daarvan? Dus, komt ie aan, hè? Insurgent. Ja, nou nog even wachten op meneer Harry die mijn insurgent komt brengen. En Yangnan, dan gaan we samen... Oh, nu jongen, dat wil je niet weten. En natuurlijk ook alle andere Royalistic Army members die in de auto zitten. Kijk, daar is mijn insurgent. Kijk, komt die. Kijk. Hier is mijn insurgent, jongens. Wie gaat er bij mij in? Oh, Yangnan, Nick en hun demons gaan allemaal bij mij erin. Oh, wat gezellig. Kom maar. Kijk, ze komen allemaal bij mij in de auto. En dan zie ik daar gelijk al een CEO er vandoor gaan op de bromfiets. Zo, die gaat hard. Die gaat naar rechts. Ja, fuck hem dan, jongen. Dan pakken we alweer deze crew hier aan. Dat was leuk, joh. Deze crew aanpakken. Die hadden gewoon geen kans. Volgens mij ben ik ook gewoon 0 keer gekild door deze motherfuckers. Dat is toch wel helemaal mooi. Dat is een mooie ding. Kijk, daar gaat hij weer. Nou, dan is er nog één bodyguard over. En die staat hier, keurig bij zijn auto te wachten. Nou, die is nu ook dood. Tenminste, neem ik maar aan dan, hè. Oh, Supreme Bear. Jongens, watch out voor de Supreme Bear. Oh, die auto gaat kapot, jongens. Yes, mate. We are about to destroy you. We are about to destroy your ass. Nee, gooi geen sticky bombs, jongens. Ja, dit is dus een beetje... Ik kan nu niet met ze communiceren. Ik wil gewoon zijn hele auto kapot beuken. Dat vind ik veel leuker, joh. Dat is toch wel een klein nadeel. Als ik nu met Vincent was, hadden we die auto never nooit gestickybomd. We hadden hem helemaal kapot gereden. Hadden we hem echt gereden tot het een golfkarretje was. Nog kleiner dan een golfkarretje. En jij gaat dood. Doei, mofo. Ja, inderdaad. Hey, we gaan deze kant op. Want ik zie dat daar ook nog allemaal spelers zijn. En we hebben die oranje crew wel echt eventjes het leven zuur gemaakt. Ik denk dat we die nu maar even de beste alleen kunnen laten. Hé, hey, hier is ook nog eens een bounty. Nou, dat mooie kan het toch niet worden. Dan heeft hij waarschijnlijk een auto gestolen van een civilian. Of zo. En toen heeft hij die bounty op zich gekregen. Volgens mij is dat nog het geval ook. Want ik zag hem gewoon in een normale auto rijden. Kan het mis hebben. Wat is dat voor auto? Hij gaat in ieder geval wel snel. Dat is één ding wat ik wel zeker weet. Maar ja, het kan ook natuurlijk gewoon een normale Banshee zijn of zo. Die gaan ook best hard. Nee, zie je, het is gewoon echt een normale civilian auto. Het is al wat ik dacht. Maar één nadeeltje. En dat is waarschijnlijk weer dat mijn Royalistic Army hem gaat opblazen. Ja, de sticky bombs worden al gegooid. En dat is, ja, jammer. Want ja, ik wil hem eigenlijk gewoon lekker kapot beuken. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat hij gekilled wordt in deze serie. Het is natuurlijk de humornaar serie. Dus... In principe geef ik ze gewoon gelijk. Zij hebben zoiets van, Roy, jij vraagt in deze serie om het feit dat wij mensen moeten killen. Dan doen wij dat. Nou, kijk, de sticky bom wordt al gegooid en Demon heeft de kill. Ja,
Heel simpel toch? Ik laat in mijn video's zien, jongens, in deze serie is de bedoeling dat wij alleen mensen gaan vermoorden. Natuurlijk wel online spelers, want zoveel inskillen is niet zo moeilijk. En ja, daar luisteren zij gewoon naar, dat is gewoon de boodschap en dan voeren ze dat uit. Zij hebben helemaal geen gezin in dat gelul, joh. Auto is nog kapot beuken, dan nog even kijken of het een golfkarretje wordt. En dan vervolgens even kijken, hé, is hij al dood? Nee? Oh, dan moet ik hem nog even killen. Daar hebben ze helemaal geen zin in, joh. Zij willen gewoon die kill maken, zo snel mogelijk. Oh, ja, kom maar. Ja, ja, goed zo, ik wil over dat hek. Yes! Anders moet ik echt weer 100.000 jaar wachten tot ik eindelijk een keertje misschien de snelweg af mag. En nu kunnen we gewoon gelijk de snelweg af. Dat is veel chiller. Ik zie trouwens dat een van die oranje guys achter ons aanrijdt. Die wil heel erg graag revenge, denk ik. Revenge betekent, voor de mensen die het trouwens niet weten, Engels woord voor wraak, revenge. Dus die willen ons heel graag killen, denk ik. Die willen heel graag wraak nemen. Kijk, hier staat ook alweer zo'n mofo. Nou, die is alweer gekild door Nick. Ja, jongens, het heeft echt niet zo van zin om dit te proberen. De enige reden waardoor ik een keer dood ben gegaan is omdat onze insurgent opgeblazen werd. Niet eens door een speler, want dan zag je in de killfeed dat we door iemand werden gekild. Nee, hij ging gewoon kapot. Dus dat zal waarschijnlijk iemand van ons eigen team zijn, van onze Royalistic Army, die per ongeluk nog een sticky bom had op onze insurgent of zo, en toen liet hij hem afgaan. En dat was net de laatste sticky bom waardoor de insurgent kapot ging. Dat is waarschijnlijk wat er is gebeurd. Ik zie trouwens een take out the beast. Ja, maar hoe ver is hij? Wacht, dan gaan we even kijken op het mappie. Hoe ver is die mofo? Oh, die is best wel een eindje ver. Oh, ja jongens, ze blijven ons maar volgen. Hey. Kijk, als we achter ons kijken, dan zien we gelijk alweer twee mofo's. Kijk eens aan. Twee mofo's. Smiley Boy en Young. Young Nan, hier ga ik even verklappen. Er komen twee mensen aan. Smiley Boy en Goody Two Shoes 7 of zo. Zij denken even man ze zijn, sticky bombs gooien en ons even te killen. Want yo, we zitten met z'n vier in de auto. Dus stel je nou voor, hè, dat je onze auto opblaast. Dan krijg je gewoon 4 kills. Oh, iedereen left. Nou, het is weer zover met de GTA-server. Maar in ieder geval, ik maak mijn verhaal nog even af. Dan heb je gewoon 4 kills. Maar nee hoor, Young dan heeft zoiets van, fuck jullie ouwe. Ik gooi één sticky bom op jullie en jullie gaan allebei dood. En dat is ook echt gebeurd ook. En ja, dan ga ik nu maar eventjes netjes nog Lester even inschakelen. Nou, netjes. Het is natuurlijk niet netjes om zoveel sterke politie achter je aan te hebben. En dan probeer je te ontsnappen. Sowieso niet echt netjes om mensen te vermoorden, maar hey, het is GTA, het is een spelletje, dat kan allemaal. Nou, we bellen even Lester, uppakee, remove wanted level. Thank you very much. Ze rijden hier even naar binnen. Doen we alsof dit mijn hotel is. Kijk, daar staat al mijn, hoe noem je zo iemand ook alweer? Die dan staat te wachten tot je, die zeg maar je bagage pakt en zo. Ik heb geen idee hoe je zo iemand ook weer noemt. Maakt ook niet uit. In ieder geval, de episode zit erop. Ik denk dat het een leuk episodeje is geweest op deze manier. Ik heb heel veel met kijkers gespeeld. Eigenlijk de hele episode lang. En dat is natuurlijk super tof. En ik ben ook eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg dat al die mensen lief en zo dat de servers niet meer deden. Want het was toch al een beetje het einde van de video's. Dus dat is eigenlijk een beetje een goede timing. In ieder geval, ik wil jullie kijkers allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video uiteraard. Vond je het nou tof? Beloon het alsjeblieft dus eventjes met een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Verder kan je me dus volgen op social media. Namelijk op Instagram, Twitter en niet vergeten Snapchat. Laat in de reacties weten wat je vond van het greenscreen. Of wat je vindt van het greenscreen. Want voortaan zal elk video of course opgenomen zijn met deze grote vriend die hier achter mij staat. Dus ja, laat even weten wat jullie daarvan vinden, wat jullie van de kwaliteit vonden. Ik denk dat het echt super tof was. In ieder geval, super erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie uiteraard weer bij de volgende video. Laters!